إن الحمد لله تعالى نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على من بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وقدوة للصالحين نبينا محمد الهادي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد geachte broeders en zusters in de islam, in de eerste instantie groet ik jullie met de groet van de islam, de groet van Ahlul Jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wellicht dat een aantal onder jullie bij het horen van het onderwerp van de lezing, namelijk al-ilaj, oftewel de genezing, dat zij in de veronderstelling waren dat ik hier een aantal zaken, voorwerpen, op tafel zou leggen. Sidr, blaadjes bijvoorbeeld, of honing waarover gereciteerd is, of water of olijfolie waarin gereciteerd is, en dat soort zaken, dat ik dat allemaal hier verzameld zou hebben, om vervolgens mijn lezing aan de hand van deze voorwerpen te geven. Niets is minder waar, beste broeder en zuster in de islam. En misschien is dat wel juist onze probleem. Dat wij, wanneer wij denken aan zaken, rampspoeden die ons overkomen, of misschien daarin verkeren doordat wij getroffen worden door welke aandoening dan ook, sihr, l'ayn of l'hasad, dat we meteen dan haasten naar externe factoren wat buiten ons staat. Naar zaken, niet van het innerlijk, maar zaken die externe die buiten ons staan. We haasten om de eerste beste raqi te bellen, niets mis mee. We haasten om de honing, de beste honing, te gaan zoeken om daarover te reciteren. Om sidderblaadjes in huis te halen, om daarmee een aantal geneesmiddelen te maken. Als middelen is er niets mis mee. Op het moment dat iemand vertrouwt op Allah subhanahu wa ta'ala en dit louter als middelen ziet. Maar het probleem zit hem in het feit dat wij niet werken aan onze innerlijk. En wat zie je dan vervolgens? Dat een aantal mensen getroffen worden. En dit is vanuit de praktijk. Ze worden getroffen. Ze zoeken hun toevlucht bij Allah. Komen naar de moskeeën. Verrichten hun ruqya. Reciteren de Koran. Op het moment dat de ziekte weg is bij hun, of het nou al-hasad of al-ayn of sihr is, dan zie je dat zij wegblijven van de gebeden. Wat gebeurt er vervolgens? Hun citado, hun bescherming is weg. Ze worden weer getroffen. En dan is het weer begin bij af. En daarom wil ik mijn lezing vandaag wijden aan een aantal middelen. Aan een aantal middelen om onszelf te beschermen tegenover kwade zaken. En om onszelf ook te genezen van de kwade zaken indien dat ons reeds is overkomen. Wil ik een aantal middelen benoemen, inshallah ta'ala, om onze innerlijk te reinigen. Want daar begint het uiteindelijk bij. De motor, jouw hart, beste broeder en zuster. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ala wa inna fil jasadi mudghah, zegt de profeet alayhi salatu wassalam. Voorwaar, in het hart bevindt zich een vleesklomp. Als deze goed is, is de rest van het lichaam goed. En als deze slecht is, is de rest van het lichaam verdorven. En daar dienen wij aandacht aan te besteden. En dit is ook preventief. Een voorzorg. Voordat jij het zo ver krijgt, dat jij allerlei middelen gaat zoeken om jezelf van bepaalde zaken te genezen. Ik wil mijn onderwerp inleiden met 3 talpunten. En vervolgens zal ik de middelen 1 voor 1 aanhalen, inshallah ta'ala. Een eerste punt waarmee ik mijn onderwerp wil inleiden, is dat de gelovigen, de moslim, ten alle tijden zijn toevlucht dient te zoeken bij Allah subhanahu wa ta'ala en letterlijk naar Allah subhanahu wa ta'ala dient te vluchten. Dat is 1. Ten tweede punt waarmee ik mijn onderwerp wil inleiden, is dat je bemerkt of ziet dat wanneer mensen getroffen worden door welke rampspoed dan ook, welke ziekte dan ook, dan zie je dat zij verschillen in hun manier van zoeken naar de genezing. De ene weet wat hij doet.
en doet het op een verantwoorde wijze. Maar de gros van de mensen wordt verrast. Hij is ver weg van Allah subhanahu wa ta'ala in zijn dagelijkse leven. De gebeden verricht hij niet. Het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala, hij weet niet eens wat dat is. De Koran staat al een tijdje in de kast en heeft hij niet geopend. Hij wordt geconfronteerd met een ziekte. En dan krijg je dat hij onwetend is. Hij heeft zich niet verdiept in de kennis. Hij heeft zich niet verdiept in de regelgeving met betrekking tot genezing van kwade zaken. Dus hij krijgt op een gegeven moment dat hij onwetend is. Plus dat hij eigenlijk niet meer weet wat hij moet doen. Onwetendheid plus de behoefte om genezen te worden. Een gevaarlijke formule. Die voor sommige mensen uiteindelijk de uitkomst heeft dat zij bij de verkeerde mensen terechtkomen. Of dat zij de verkeerde wegen bewandelen om genezen te worden, waarna zij eigenlijk zichzelf nog meer in de problemen helpen. Dus je ziet wanneer men getroffen wordt, dat mensen uiteengaan in verschillende types. De ene zoekt het verantwoord op, de genezing verantwoord op, en de andere door zijn onwetendheid en zijn behoefte om snel maar, alsmaar snel van die kwade af te komen, zie je dat zij op een gegeven moment hele onverantwoorde zaken gaan ondernemen. Derde punt waarmee ik mijn onderwerp wil inleiden, is dat het een gunst is van Allah subhanahu wa ta'ala, dat wanneer wij getroffen worden door welke zaak dan ook, wij van binnen een behoefte voelen om terug te keren naar Allah. Is een gunst. Heel veel mensen die getroffen zijn door sihr, al-ayn, al-hasad of noem maar op, die zijn alleen maar bezig met de zorg van ik moet er snel vanaf. Ik wil hier vanaf. Maar hij vergeet dat Allah subhanahu wa ta'ala hem begunstigd heeft. Dat hij erachter is gekomen dat er een God is. Allah, zijn Heer, die hij moet aanbidden. Dus het is een gunst, beste broeder en zuster, dat er een behoefte in ons is op het moment dat wij getroffen worden, dat wij denken aan Allah. En dat wij terugkeren tot Allah subhanahu wa ta'ala. Dit zijn de drie punten waarmee ik mij onderwerp wilde inleiden. De middelen. Hoe kom ik af van die ziektes die mij reeds zijn overkomen? Of hoe bescherm ik mij in de toekomst van deze kwade zaak? Jullie hebben broeder Abu Rehan Azzallah gehoord over de sihr, al-ayn, al-hasad en de ernst ervan. En niemand wil dat hem dat overkomt. Hoe bescherm ik mezelf? In de eerste instantie is dat wij, degene die getroffen zijn, of degene die nog niet getroffen zijn, ten alle tijde toevlucht dienen te zoeken bij Allah subhanahu wa ta'ala. Oftewel, al-isti'adah. Dat je toevlucht zoekt bij Allah subhanahu wa ta'ala. En wat betekent al-isti'adah? Wat houdt dat in? Het zoeken van toevlucht bij Allah. Dat houdt in dat jij je in een toestand bevindt waarin jij angst voelt, je bent bang. En het behoort tot onze natuurlijke aanleg dat wanneer wij bang worden voor leeuw komen te staan, of dat er iets ons overkomt, of dat iemand achter ons aanrent, of het behoort tot onze natuurlijke aanleg dat wij snel gaan zoeken naar een veilige onderkomen. Ja of nee? Het behoort tot onze natuurlijke aanleg, wanneer wij gevaar voelen en angstig zijn, dat wij naar een veilige onderkomen zoeken. Er is geen veiliger onderkomen, beste broeder en zuster in de islam, op het moment dat jij getroffen wordt, dan het onderkomen van Allah subhanahu wa ta'ala. Er is geen betere en geen veiligere plaats. En geen plaats waar je zoveel rust zult ondervinden en waar jij zoveel van profijt van zult verkrijgen, als dat jij toevlucht zoekt bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dus een eerste middel is het zoeken van toevlucht bij Allah subhanahu wa ta'ala, en het beseffen dat jij angstig bent en dat jij bij Allah veilig bent, en dat jij inziet dat jij zonder Allah subhanahu wa ta'ala niets voorstelt. Dit ten eerste. Ten tweede is dat degene die getroffen is, of degene die bang is om getroffen te worden in de toekomst, aan zijn taqwa dient te werken. Hij dient aan zijn taqwa te werken. En wat betekent taqwa? Zoals Talq ibn Habib, een van de vroegere geleerden, heeft gezegd: het taqwa houdt in dat jij de geboden van Allah nakomt en de verboden van Allah vermijdt. Deze twee zaken. We horen vaak het woordje taqwa. Het woordje taqwa houdt in dat jij de geboden van Allah subhanahu wa ta'ala nakomt en de verboden van Allah subhanahu wa ta'ala vermijdt. Met als doel dat jij een bescherming plaatst tussen jou en de bestraffing van Allah. Want taqwa
zit het woordje, het Arabische woordje in, ittaqa. En taalkundig houdt dat in dat jij je beschermt van iets waar jij de kwaad van vreest. Je vreest de kwaad van het helle vuur, ja of nee? Wij vrezen dat met z'n allen. En wij dienen een bescherming te plaatsen tussen ons en het helle vuur. Hoe doe je dat? Door aan je taqwa te werken. En wat houdt taqwa in? Simpel, het nakomen van de geboden, het mijden van de verboden, uit vrees voor Allah en hopend op de genade van Allah. En hiermee bouw jij een schutting of een bescherming of een sluier tussen jou en de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala. Degene die nog niet getroffen is en degene die reeds getroffen is, dient hier aan te werken, aan deze taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran: وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Wat betekent dit? وَإِن تَصْبِرُوا, als jullie geduld hebben, وَتَتَّقُوا, en godsvrucht hebben en taqwa hebben, لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, hun listen zullen jullie niet schaden. Niet de listen van de jaloeze persoon, niet de listen van de ene verdoemde sahir, niet de listen van degene die jou met zijn ogen wil treffen. Op het moment dat jij godsvrucht hebt, door het nakomen van de geboden en het mijden van de verboden, op het moment dat jij dat godsvrucht bezit, dan zul jij niet getroffen worden. Hun listen zullen jou niet schaden. En dit zijn niet mijn woorden. De woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. En als jullie geduld hebben en taqwa hebben en godsvruchtig zijn, dan zullen hen of hun listen jullie niet schaden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt ook in de overlevering, een advies die hij meegeeft aan Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Hij zegt: ihfadillaha yahfadk. Een advies van de profeet sallallahu alayhi wa sallam richting Ibn Abbas. Wat betekent ihfadillaha yahfadk? O Ibn Abbas, waak over Allah en Allah zal over jou waken. Oké, dat Allah over ons waakt, is duidelijk. Wat betekent dat wij over Allah waken? De geleerden hebben gezegd, het waken over Allah in dit geval houdt in dat jij waakt over de geboden om deze na te komen en waakt over de verboden door deze te vermijden. Formule. Een formule voor een ieder die zichzelf wil beschermen of die reeds getroffen is en genezen wil worden, kom de geboden van Allah na. En mijd de verboden van Allah. En je zult zien dat jij op een gegeven moment versteld zult staan van het resultaat van deze taqwa. Ihfadillaha yahfadk. En zoals een aantal geleerden hebben gezegd, onder andere de imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Hij zegt, angst in het hart groeit door wat? Waardoor groeit angst in het hart? We zijn allemaal bang. Ja, hij gaat mij treffen met zijn oog. Kijk, oh, kijk hoe hij naar mij kijkt. Subhanallah, gaat mij zo treffen die man. Ik kijk beter de andere kant op. Of die sahir dat. En dan zie je dat we angstig zijn van binnen. Waar komt die angst vandaan? Waar komt die angst vandaan waar we al zo vaak mee zitten met z'n allen? Ook richting de toekomst. Wat gaat mij overkomen? En ik dit en dat. Waar komt die angst vandaan? Hoe meer angst je in je hart hebt, beste broeder en zuster, is een teken dat jouw taqwa laag is. Hoe minder taqwa in jouw hart, hoe meer angst. Hoe meer taqwa in jouw hart, hoe lager de angst is. Deze twee zaken spelen met elkaar. Wisselen elkaar af. Het is of veel taqwa in je hart en weinig angst, of het is veel angst in je hart en weinig taqwa. Dus op het moment dat jij jezelf traint met het nakomen van de geboden en het mijden van de verboden, je vult je hart met de iman, met de taqwa, angst vermindert in jouw hart. En als angst jou vermindert in jouw hart, wat overkomt jou dan? Wat treft en dan overkomt mij iets? Is het niet dat Allah subhanahu wa ta'ala het volbeschikt heeft? En dan kijkt hij zo naar mij. Is het niet dat ik vanochtend de fajr heb gebeden, of dat ik vanochtend mijn adkaar heb gedaan, of dat ik de Koran heb gereciteerd? En dan! Dus het tweede middel om jezelf te beschermen of jezelf te genezen, mits je indien je al getroffen bent, is het hebben van godsvrucht. Het taqwa. En godsvrucht is het nakomen van de geboden en het mijden van de verboden. Een derde middel. Het geduld hebben of zich geduldig opstellen tegenover de vijand. En dan heb ik het over de vijand, degene die jou iets heeft aangedaan. Of het nou een jaloeze persoon is, of iemand die jou met een oog heeft getroffen,
of iemand die sihr bij jou heeft gedaan, dat je geduld blijft hebben. En wat betekent dat? Dat je er niet steeds mee bezig bent. Dat je hem niet steeds die waarde geeft in je hart dat je ermee bezig bent. Je hebt geduld met hem. En subhanallah, Imam al-Qayyim in zijn boek Bada'i' al-Fawa'id, daar komen al deze leerstellingen vandaan. Hij zegt, wallahi, hij zegt, er is geen betere wapen voor die jaloerse persoon die op jou jaloers is, dan jouw geduld. Hoe meer geduldig jij bent, hoe meer zullen zijn pijlen die hij op jou richt, op hem afketsen. Hoe meer geduld je hebt met iemand die jaloers op jou is, of jou wil treffen met welke kwaad dan ook, hoe meer geduld jou opbrengt, hoe meer je zult zien dat de pijlen die hij in feite op jou richt, terugkeren naar hem. Waarom? Hij is bezig. En jij kijkt er niet naar om. En hij heeft alleen maar zichzelf ermee. En wat zien wij in de praktijk in feite? Tegenovergesteld. We zijn er alleen maar mee bezig. Ja, gaat naar huis. Allah, kijk mij weer aan. Ik ga vanavond weer niet slapen. En je bent er alleen maar... En geduld... hoe wij niet eens over het begin. Sterker nog, we zijn nog eens in staat om mensen te beschuldigen die nog niet, die niks hebben gedaan. Mijn broeder, hij keek naar jou in zichzelf, heeft hij mashallah gezegd, ja, auto is kapot gegaan, hij was het klaar. Dit is hem. Ja, de manier waarop hij naar mij keek toen ik de moskee verliet, ik zag gelijk, subhanallah, gaat iets gebeuren. Geduld hebben met degene die, stel je voor dat, al zou het zo ver zijn, dat hij jou bijvoorbeeld met een afgunstige blik heeft aangestaard in die zin. En dat je getroffen bent, je blijft geduld hebben. Zoals Imam al-Qayyim zegt, hij zegt dit heeft wonderbaarlijke resultaten. Het hebben van geduld met degene die het kwaad met je voor heeft. Een volgende middel. Hoeveel hebben we er nu? 3. Een volgende middel. Het tawakkulu ala Allah. Oftewel, het stellen van je vertrouwen in Allah. Het vertrouwen in Allah. Het tawakkul, een daad van aanbidding aangaande het hart. Want we weten dat de daden die de mens kan verrichten, die de gelovige kan verrichten, geschiet middels de mond, het reciteren van de Koran, het gedenken van Allah, of middels de ledematen, het bidden, het uitgeven van de sadaqa, het verrichten van hajj. En we hebben daden van aanbidding die wij verrichten met onze harten. Daarom zijn deze drie plekken belangrijk voor de moslim om deze in de gaten te houden. Deze drie zaken. Jouw hart, jouw mond en jouw ledematen. En alle ahkam van sharia, dus alle religieuze regelgeving, die draaien om deze drie zaken. Mond, hart, ledematen. Het tawakkul, oftewel het stellen van vertrouwen in Allah, is een daad van aanbidding aangaande het hart. Doe je met je hart. En het stellen van Allah subhanahu wa ta'ala, de essentie ervan is, de kern. Wat betekent ik vertrouw op Allah? Het zijn niet loze woorden. Het zijn niet inhoudloze woorden. Dat wij zeggen, ja, tawakkulu Allah, ik vertrouw op Allah. En dat was het. En ik ben, ja, alhamdulillah, ik vertrouw op Allah. Het is meer dan dat. Het stellen van vertrouwen in Allah is dat jouw hart oprecht in gelooft in het feit dat het behalen van goede zaken en het afgehouden worden van het slechte geschiedt met de wil van Allah. Nog een keer. Het stellen van vertrouwen in Allah, de essentie daarvan, is dat jouw hart oprecht, en het woordje oprecht moet onderstreept worden, oprecht gelooft in het feit dat het behalen van gunsten, van goede zaken, en het afgehouden worden van het slechte, gebeurt met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala, plus dat men de nodige middelen dient te treffen die hij geboden is om te doen. Dus al-amalu bil-wasail. Dus tawakkul is een van de middelen. Op het moment dat jij je vertrouwen stelt in Allah subhanahu wa ta'ala, dan zul je zien dat jij zult genezen. En je zult zien dat jij niet getroffen zult worden. Waarom? Het komt allemaal van Allah. En ik stel mijn vertrouwen in Allah. En dan heeft hij mij zo aangekeken. En dan hebben ze ergens in een Arabisch land, of ik wil geen landen noemen, hebben ze sihr gedaan tegenover me. En dan, ma asabaka lam yakun li yukhti'ak. Datgene wat jou treft, had jou nooit kunnen missen. En datgene wat jou gemist heeft, had jou nooit kunnen treffen. Rufi'at al-aqlam. Wa juffat al-suhuf. Dit pennen zijn opgeheven en de geschriften zijn opgedroogd. Dat is het. Dit is de aqida van de moslim. Dit is de credo, de overtuiging van de moslim. En daarom zie je dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in de overlevering. En weet dat wanneer de gemeenschap, de umma, niet één persoon, de gemeenschap.
Niet de ene persoon die jij vreest of die ene vrouw die jij, waar je zoveel angst voor heeft dat zij iets voor jou gaat doen. Nee, de hele gemeenschap. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, stel dat de hele gemeenschap bij elkaar zou komen en ze zouden zich verenigen en ze zouden hun krachten bundelen om jou iets kwaads aan te doen, dan zullen zij daartoe niet in staat zijn behalve met de wil van Allah. Als de ummah, de gemeenschap, bij elkaar zou komen, en ik heb het over tientallen, misschien honderdtallen, misschien duizendtallen, misschien wel miljoenen mensen, als zij bij elkaar zouden komen en ze zouden hun krachten bundelen en zich verenigen en herenigen om jou iets kwaads aan te doen, wallahi, ze zullen daartoe niet in staat zijn totdat Allah subhanahu wa ta'ala zegt, hier, mijn toestemming. Mag geschieden en anders niet. Dit is het stellen van vertrouwen Allah subhanahu wa ta'ala. En je ziet bij veel mensen die komen klagen over het feit dat zij getroffen worden, je voelt dat het vertrouwen van Allah subhanahu wa ta'ala minder is bij deze mensen. En dan ze praten over, ja, ik moet dat gaan doen en ik moet zo gaan doen en ik moet zus gaan. Vertrouw op Allah subhanahu wa ta'ala. Jij werkt nu aan de hand van bepaalde externe factoren waar jij geen vat over heeft. Die ene sahir, misschien heeft hij wel die sahir ergens in een zee gegooid. En er zijn 7 zeeën in totaal. Ga maar lekker zoeken. Wat ga je vinden? Hij heeft misschien wel ergens in een salamander gestopt, zoals ze zeggen, zoals die verdoemde mensen doen. Misschien heeft hij hem ergens in een kat gestopt, heeft hij de kat dichtgenaaid, heeft hij hem ergens in een woestijn gegooid. Ga maar de kat zoeken. Waar ga je vandaan halen? Mensen zijn bezig om zaken te achterhalen waar ze geen vat hebben. Maar ze zijn vergeten dat ze wel iets hebben wat ze kunnen doen, namelijk het vertrouwen op Allah. En hoe meer jij je vertrouwen stelt in Allah subhanahu wa ta'ala, hoe meer jij werkt aan je taqwa, hoe meer je zult zien dat je genezen wordt. En daarbij heb ik ook een voorbeeld uit de praktijk. Er is een broeder hier in Nederland en deze broeder is getroffen. Hij is getroffen met sihr. En naarmate hij de gebeden verricht, de Koran reciteert, aan het begin had hij er veel moeite mee. Heeft hij zelf te kennen gegeven. Had er heel veel moeite mee. Maar de laatste tijd zie je dat die broeder meer aan het vasten is. Nakomen van de geboden. Meer de Koran reciteert. Het nakomen van de geboden. En hij blijft meer van haram weg. De ene djinn dan, of die geest of demon of noem het zoals je wil, die zich bevindt in deze broeder, die wordt alsmaar kleiner en kleiner en kleiner. In plaats van dat deze broeder ergens naar de Sahara gaat om die ene kat te zoeken, is hij met zichzelf aan de slag gegaan. Hij is niet gaan treuren. De laatste keer heb ik hem gesproken, naar aanleiding van een lezing. En hij liep te trekken met zijn been. Toen heb ik tegen hem gezegd, wat is er aan de hand? Hij zegt tegen mij, kijk wat voor controle je hebt op het moment dat Allah subhanahu wa ta'ala, of dat jij je vertrouwen stelt in Allah subhanahu wa ta'ala aan jezelf begint te werken. Hij zegt op een gegeven moment, hij is hier bij mijn voet. Aduwullah, de vijand van Allah, hij kan niet tegen de Koran en dat soort zaken. Subhanallah, kijk wat voor vertrouwen. Op een gegeven moment dat je jezelf zo ver brengt, dat je controle over dat ding in je lichaam hebt. Hij verlaat het lichaam niet. En hij heeft er alles aan gedaan om het lichaam niet te verlaten. Oké, blijf maar in het lichaam. Maar jij zult daar de slechte vruchten van plukken. Tegen de djinn. En subhanallah, hoe meer de persoon investeert in zijn dien, hoe sterker hij sowieso uit de beproeving komt, maar hoe zwakker ook datgene wordt waar hij mee getroffen is. En wat doen wij als wij getroffen worden? Klaar. Stop maar, ik ga thuis zitten, ik ga met niemand praten, ik ga er alleen maar aan nadenken. Stel je voor dat dit en dat, en als ik zo blijf, mijn school, ik kan niet meer concentreren, ik kan niet meer nadenken. En dan zie je dat mijn lijf in passief geraakt. Op een gegeven moment geraakt ze lijf en passief, terwijl de moslim juist iemand is die denkt, oké, de eerste paar dagen zijn moeilijk. Ik wil niet stoer gaan doen, stoere praatjes, prima, de eerste 2 weken, 3 weken, 4 weken zijn moeilijk. Inderdaad, moet je even doorheen komen. Oké, en nu? Ga je zo blijven? Maar ashaba kalemia kulli yukhti'ak, datgene wat jou getroffen heeft, had jou nooit kunnen missen. En datgene wat jou gemist heeft, had jou nooit kunnen treffen. Het heeft jou getroffen, is geschied met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Ga je het hele jaar zitten janken? Ga je lui of passief opstellen? Of ga je werken aan je innerlijk? Of ga je werken aan je dien? Of ga je werken aan je geloof? Of ga je werken aan het stellen van je vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala? En als we het hebben over het stellen van vertrouwen in Allah, denken wij terug aan het verhaal van Musa alayhi salam. En hoe hij wonderbaarlijke zaken zag gebeuren naar aanleiding van het feit dat hij zijn vertrouwen stelde in Allah subhanahu wa ta'ala. Hij vluchtte met zijn volk voor de farao, de tiranniek.
En hij stond op een gegeven moment voor de zee. Farao achter hem, de zee voor hem. Farao, grote getale, kan die niet aan. En de zee, ja, hoeveel kan die zwemmen? Hij wordt moe. Wat zeiden de mensen die op een gegeven moment denken zoals als wij denken? Een beetje materialistisch, een beetje, ja, je kunt wel zeggen een stukje realistisch ook. Maar niet hun vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala dusdanig hadden ingesteld dat zij ver zouden moeten denken. Musa alayhi salam, zijn volk zei tegen hem, inna la mudrakoon, klaar, ze hebben ons te pakken. Inna la mudrakoon. Wat zei Musa? Hij gaf een antwoord dat getuigt van vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla, waarlijk niet. Inna ma'ya rabbi, zei Hadin. Ik heb mijn Heer bij me en hij zou mij bij de hand nemen. Hij zou mij leiden. Stond voor de zee. Deze aqida, deze credo, wat heeft het vervolgens teweeg gebracht? Broeders, ik wil dat jullie dit voorstellen wat daarna is gekomen. Hoe de zee zich verzameld heeft. En hoe Allah subhanahu wa ta'ala van die wilde stromende zee bergen heeft gemaakt. Water, bergen in water. Water is gaan stilstaan. Inna ma'ya rabbi sayahdeen. Mijn Heer is bij mij en hij zou mij leiden. Het water staat. Kun je dat voorstellen? De zee droogt op en dat water staat en je zit op een gegeven moment bergen aan water. En je kan zo doorheen lopen. Inna ma'ya rabbi sayahdeen. Ik heb mijn Heer bij me en hij zal mij leiden. Dit is het vertrouwen, beste broeder en zuster. Op het moment dat wij dit daadwerkelijk... En een aantal mensen denken, oké, dat gaat wel heel ver. Zijn woorden van Allah, zijn niet mijn woorden. Weet je wat heel ver gaat? Is onze wantrouwen die we hebben. Onze oprechtheid, de oprechtheid wat bij ons ontbreekt. Stel dat wij het vertrouwen Allah subhanahu wa ta'ala, dat wij op Allah subhanahu wa ta'ala daadwerkelijk zouden vertrouwen. Zoals wij op Allah zouden moeten vertrouwen, dan zou Allah subhanahu wa ta'ala ons genezen van alles wat ons overkomt. Dus dit is een vierde middel om af te komen van die kwade zaken of om jezelf te behoeden ervan. Een volgende middel is dat jij je hart leegt met het bezig blijven van de kwade zaken. Dat jij je hart daarvan leegt. Dat jij er niet mee bezig bent. Ik heb gezegd, prima, de eerste 2-3 weken ben je ermee bezig. Maar vervolgens moet je er een punt achter zetten. Vervolgens moet je je leventje kunnen oppakken. Vervolgens moet je weer naar school kunnen gaan en je zaken kunnen doen. En niet de hele tijd mee bezig zijn, want dit is eigenlijk wat heel veel mensen kapot heeft gemaakt. Ze hebben misschien 10% zijn ze echt ziek. 10% zijn ze getroffen. 90% door het nadenken. Oh, wat gaat mij overkomen als ik daar naar buiten geloop? Gaat mijn voet zo, gaat mijn hand zo, gaat dit. En de mensen bezig met zichzelf. Hij voelt de overige 90% voelt in. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, hij zegt de toestand van deze persoon die de hele tijd omkijkt naar die kwade zaak, alleen maar daarmee bezig is, zich niet wil gaan concentreren op zijn dagelijkse leven. En zo kun je vergelijken met een persoon die op straat loopt en hij loopt langs een groepje mensen. Dwazen, heeft hij gezegd. Langs een groepje dwazen. Jongens, stel je voor, ik ga zo meteen weg. Ik loop naar mijn auto en er staan daar een paar jongeren. En die roepen wat naar mij. Wat doe ik? Ik sta voor twee keuzes. Of ik ga terug en ik zeg, hey, tegen wie had je het? Dan wordt het alleen maar erger. Of ik ga bij mezelf denken, misschien heeft hij tegen iemand anders gezegd, niet tegen mij. En ik loop door. Degene die de hele tijd bezig is met die kwaad, die is als de persoon die op een gegeven moment gehoor gegeven heeft en terug is gegaan. En hij is erbij bezig. Wat gebeurt er? Blijf niet bij die ene. Hij heeft misschien tegen jou een kleine woordje gezegd. Dat wordt een vechtpartij. Je tanden gaan eraan misschien zelfs. Zover laat je het komen. Doordat jij er aandacht aan geeft. Maar als jij loopt door zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. En als zij aangesproken worden door onwetende mensen, dan zullen zij zeggen, vrede zij met jullie. Ik ben weg. Dus degene die omkijkt naar zijn wasawis influisteringen en naar datgene wat hem kwaad doet en hij is er alleen maar mee bezig. Hij doet niets anders dan alleen maar thuis zitten. Ja, oké, waar zit hij nu? Zit hij daar? Hij is naar beneden, hij gaat zo naar... Hij is er alleen maar mee bezig met datgene wat hem treft. Hij doet niets anders. Zo'n persoon, die komt niet ver. Degene die getroffen is iemand die zichzelf moet herpakken. Oké, 4 weken zijn geweest, ik heb zitten rouwen, moet ik de hele tijd gaan zitten rouwen? Oké, ik moet mezelf herpakken. Op school ben je bezig met je school. Op je werk ben je bezig met je werk. En je kijkt niet om naar die influisteringen. Een volgende zaak. Dan zijn we beland bij de zesde middel. En dat is
het vullen van je hart, behalve met taqwa, ook met de ikhlas. Het zuiveren van je intentie voor Allah subhanahu wa ta'ala. Je leert jezelf dat aan. Je leert je hart te zuiveren van alles behalve Allah. Want wat is de kern van de ikhlas? Komt van het woord ghalusa. Het zuiveren. En wat betekent het zuiveren? Dat is taalkundig. Religieus gezien, je zuivert je hart van alles behalve Allah. Dat is jouw ikhlas. Dat jij je hart leeg maakt behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Je laat alleen maar Allah achter je hart. En dit is niet makkelijk voor de duidelijkheid. De geleerden hebben er zelfs mee moeten worstelen. Imam Sufyan Thawri heeft zelfs gezegd: ik heb niets zo moeten bevechten en mee zo moeten worstelen als mijn intentie, als het zuiveren van mijn intentie. Ik heb er veel moeite mee gehad. Dus dit is iets wat waar heel veel strijd tegen gevoerd moet worden. Het is een proces. Dus het is niet zo, je loopt naar buiten, je doet zo over je hart. Het is klaar, gelegd, klaar, ik ben gezuiverd. Absoluut niet. Het is een proces van maanden, misschien wel jaren, misschien wel je hele leven lang. Maar je bent bezig. En al dat gevecht die je voert, dat is allemaal een daad van aanbidding. Je bent bezig met een daad van aanbidding. Je leegt je hart voor alles behalve Allah. Je plant de liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala in je hart. En op het moment dat het hart van de dienaar gevuld raakt met taqwa, godsvrucht, het nakomen van de geboden, het mijden van de verboden, het ikhlas, het hebben van zuivere intentie en het houden van Allah subhanahu wa ta'ala, wat moet deze persoon nog vrezen? En al overkomt deze persoon iets. Hij is zo sterk dat eigenlijk de kwade zaken niet eens naar hem toe willen. En daar moeten wij, naar dat niveau moeten wij gaan werken op een gegeven moment, beste broeder en zuster in de islam. Een volgende zaak, zevende, is dat men die getroffen is, dient te beseffen dat de rampspoed die hem overkomen is, een gevolg kan zijn van de zonde die hij verricht heeft. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran: en datgene wat jullie getroffen heeft, is eigenlijk een vrucht of een resultaat van jullie eigen handelen. Van jullie eigen handen. Heb jij zelf teweeg gebracht. En degene die getroffen is, of het nou door jaloezie of door boze ogen of door sihr, dient bij zichzelf te raden te gaan: welke zonde heb ik verricht? En hij dient daar toba voor te verrichten. Hij dient daar berouw voor te tonen. Terug te keren tot Allah subhanahu wa ta'ala. Proberen van die last af te komen, zodat Allah subhanahu wa ta'ala jou vervolgens zal genezen. En daarbij dient men in de gaten te houden dat oprechte berouw dient te voldoen aan drie voorwaarden. Ten eerste, spijt betuigen van datgene wat men aan zonde heeft verricht. Spijt, oprecht spijt betuigen van datgene wat men aan zonde heeft verricht. Het stoppen met de zonde. Stellig stoppen met de zonde. En het stellige voornemen om niet meer terug te keren naar de zonde. Dit zijn de voorwaarden van berouw. Dus ten eerste, spijt, oprecht spijt betuigen voor datgene, voor de zonde die je hebt verricht. Ten tweede, stoppen met de zonde en wel meteen. Ten derde, het stellige voornemen te hebben om niet meer terug te keren naar de zonde. Dit in geval de zonde plaats heeft gevonden tussen jou en Allah subhanahu wa ta'ala. Maar stel dat jij te maken hebt met een zonde tussen jou en een dienaar, dan dien je dat ook nog recht te zetten. Dus dan komt er een vierde voorwaarde bij. Bijvoorbeeld, je hebt over iemand geroddeld. De eerste drie, plus vergeving vragen. Of, als je vreest dat de gevolgen van het vragen van vergeving groot zullen zijn, dat die persoon tegen jou zegt: oh, dus je hebt over mij gepraat. Dus jij was degene die dat onder de mensen heeft verspreid. En dan krijg je op een gegeven moment de gevolgen worden groter. Dan dien je man te zijn of een echte vrouw te zijn en terug te keren naar de plaats waar je over die persoon hebt gesproken. Stel je voor, ik heb met twee of drie mensen gesproken over x persoon, dan moet ik teruggaan naar die twee en drie mensen en dan moet ik tegen hun gaan zeggen en lovend gaan spreken over die persoon. Ja, wat ik vorige keer heb gezegd, ik bedoel het helemaal niet zo. Die persoon is mashallah, dit. Nou, dan begin je het goed te praten. Dat is indien je ziet dat de gevolgen kwalijk zijn op het moment dat jij de persoon zelf in kwestie ermee confronteert. Anders is dat beter. Het gaan naar die persoon
en hen ermee confronteren en te zeggen dat je over hem geroddeld hebt en vergeving vraagt, is directer en beter. Dus dit zijn de voorwaarden van het verrichten van berouw. En op het moment dat iemand berouw toont voor zijn voorgaande zonde, dan zul je zien dat Allah subhanahu wa ta'ala hem zal ondersteunen om af te komen van zijn ziekte. Wat nog meer? Een van de middelen ook die imam al-Qayyim heeft genoemd in Bada'i' al-Fawaid is sadaqah, het geven van liefdadigheid. En daarom zegt de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ook in overlevering, Dawu mardakum bis sadaqah. Oftewel, behandel jullie zieke personen door middel van de sadaqah. Sadaqah is een genezing. Sadaqah, het uitgeven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala, liefdadigheid, is een genezingsmiddel. Voor degenen die getroffen zijn. En Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala heeft ook nog gezegd, op het moment dat jij de sadaqa uitgeeft en jij bent getroffen, dan zul je wonderbaarlijke resultaten zien van deze sadaqa. Je zult wonderbaarlijke gevolgen, resultaten van deze sadaqa zien op het moment dat jij getroffen bent. Dat was de hoeveelste? De achtste? Oké. De volgende is dat jij, wanneer jij iemand ervan verdenkt dat hij jaloers is op jou, of dat hij op een gegeven moment met een boze oog naar jou heeft gekeken, of dat hij sihr, of dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan sihrpraktijk. Dit is moeilijk voor de duidelijk. Dit is niet makkelijk. Maar dit is wel iets wat tot de middelen behoort om genezen te worden. Is dat jij niet alleen maar geduld hebt met die persoon, maar dat jij ook goedheid betracht richting die persoon. Dus in plaats van het kwaad met het kwade te bestrijden, dat je juist de kwade met goedheid bestrijdt. Op het moment dat je dit doet, zegt Ibn al-Qayyim, precies dezelfde bewoording als bij het hebben van geduld, je zult zien dat hij is bezig met jou en je bent goed voor hem. Je bent goedheid aan het betrachten. Hij is jaloers op jou, maar je gaat naar hem toe. Wat heb je wat nodig? Zal ik even helpen? En je bent de hele tijd goedheid aan het betrachten. Wat krijg je dan? Precies hetzelfde effect. Die pijlen die hij richting jou richt, de ketsen af op hem. En dit is een van de, zoals Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala heeft gezegd, dit is een van de meest baatvolle zaken die iemand kan ondernemen op het moment dat hij getroffen is. En dat zie je ook terug in het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Het kwade met het goede bestrijden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam werd bijvoorbeeld op een dag geslagen, uitgescholden, geschoffeerd, tot bloedens toe. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. Werd geslagen tot bloedens toe. Wat zei hij? Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. O Allah, vergeef mijn volk. Het is een volk die onwetend is. Subhanallah. Wat is dit voor manier van het bestrijden van kwade met het goede? Een maqam, een positie die slechts weinigen onder ons kunnen bereiken. Wij zijn meestal temperamentvol. Dus als iemand jou kwaad heeft gedaan, je gaat kwaader doen. Niet die gaat eronder zitten. Wij moeten er altijd een toontje boven gaan zien als het ware. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hem, en hij was de leider, hij was de profeet, kreeg de openbaring van boven, hij was geliefd onder de mensen, hij stond bekend om zijn betrouwbaarheid, hij had een goede afstam ook, zijn opa, tot aan zijn grootopa en noem maar op. En toch nog, hij werd geslagen. En wat zei hij? Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamuna. Allah, vergeef mijn volk, want het is een volk die onwetend is. Dus heb jij iemand op het oog die jaloers is op jou en je hebt een duidelijke teken. Hè? We hebben het niet over vermoedens. Hè? Want vermoedens kunnen we allemaal bedenken. Duidelijke tekenen dat iemand op jou jaloers is. Dat hij bijvoorbeeld een keer jouw auto van voor en achter heeft gekrast. Of noem maar op. Een duidelijke teken. Geen vermoedens. Betracht goedheid. Ga de volgende dag zijn auto bijvoorbeeld wassen. Bijvoorbeeld. Hè? Ik zeg niet dat je dat moet doen. Maar bijvoorbeeld. Hè? Ik geef even een voorbeeld. Dat jij het kwade met goedheid bestrijd, en dan zul je zien dat Allah subhanahu wa ta'ala jou geneest van datgene wat jij ondervindt. Dit allemaal, deze innerlijke zaken die wij betrachten, we werken aan onze motor, tenzij hetzij wij ons bevinden in die beproeving, hetzij vooraf aan die beproeving, deze zaken zijn belangrijk om je aan vast te houden. En als je dit doet, beste broeder en zuster in de islam, zoals imam al-Qayyim in zijn boek heeft gezegd, als je dit doet, dan heb je hiernaast niets meer nodig. Heb je hiernaast niets meer nodig, naast natuurlijk het verrichten van je gebeden, daar praten we niet over. Dat zijn zaken die vanzelfsprekend zijn. Hè?
Of moeten we daarover spreken? Het verrichten van je verplichte gebeden. Ik ga ervan uit dat het niet eens nodig is, hè? Want degene die zichzelf een moslim benoemt, is degene die het gebed verricht. En dan gaan we niet eens hebben over meningsverschil tussen de geleerden over degene die het gebed niet verricht, moslim of geen moslim. Daar hebben we het niet over. Maar wij zijn met z'n allen hier sowieso van overtuigd dat wij over onze gebeden dienen te waken. Doe je het niet, dan moet je achteraf niet gaan klagen. Doe je het niet en je wordt getroffen door een boze oog of jaloezie of tovenarij, dan moet je achteraf niet gaan zitten zeuren. Waarom? Want je hebt jouw dekking heb je laten vallen. Als je bijvoorbeeld in de boksring stapt, hè, moet je niet doen, maar stel je voor dat. En je doet jouw dekking omlaag. Je gaat zo erin in. Oh. Binnen 2 seconden lig je weer op de grond. En zo ook met het gebed. Verricht je het gebed niet, je bent zo knock-out. Je bent zo weg. En dan moet je achteraf gaan zeggen, ja maar dit, maar zo, maar zus. Nee, je verricht je gebed. Dus het verrichten van het gebed, het reciteren van de Koran, het verrichten van de ochtend en avond smeekbeden, dat zijn zaken die vanzelfsprekend zijn voor de moslim, dat hij die dagelijks onderhoudt, naast de middelen wat wij benoemd hebben. Oké, dan gaan we nu naar die concrete zaken, waar jullie aan het begin over dachten, die sidra wat ik hier zou neerleggen, honing, en proberen even aan de hand van een aantal van overleveringen, een aantal geneesmiddelen te geven. Concreet. En ik zeg niet dat dit limitatief is opgesomd. Hè. Dit zijn ze niet allemaal. Dit is een aantal zaken waarvan het bewijs duidelijk is. En ik wil dat de moslims een keer wakker gaan worden. En best zichzelf te raden te gaan. En die weegschaal te gaan gebruiken die Allah subhanahu wa ta'ala hun gegeven heeft. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons een weegschaal gegeven. De weegschaal van de Koran en de Sunnah. De weegschaal van wat? De weegschaal van de Koran en de Sunnah. Komt iemand naar je toe, zoals broeder Abu Rayhane heeft gezegd, en hij begint een paar praktijken bij jou te doen. Hoe heet je moeder? Hoe heet dat? En ik ga ruqya bij jou doen. En was toch gisteren vanaf die McDonald's hier naartoe gereden. Ja, hoe wist ik dat? Ja, dat is de ene waarheid die jij hebt gekregen van die djinn. En jij gaat nu 99 leugens erbij vertellen. Dus de moslim, die dient zichzelf te genezen middels zaken die verantwoord zijn. En wat is onze weegschaal? Onze weegschaal is de Koran en de Sunna. Oké, iemand komt naar jou toe en hij vertelt jouw zaken. Dan zeg je, is goed, prima. Wij leggen het in de weegschaal van de Koran en de Sunna. Hebben we een bewijs? Ja, doen we. Hebben we geen bewijs? Nee, doen we niet. Zijn er een aantal vertellen van de geleerden uitzondering gemaakt? Bijvoorbeeld bepaalde zaken die niet terug te vinden zijn, overleven in verzen? Prima. Maar dan moet ik wel een bronvermelding erbij hebben. Waarom? Dit is geloof. En sterker nog, dit is ook nog als het gaat om praktijken met betrekking tot sihr, al-ayn, jaloezie, noem maar op. En met praktijken met betrekking tot ruqya. Je bevindt je tussen de grens van tawhid en shirk. Wees daar behoed over, beste broeder en zuster in de islam. Je bevindt je tussen de grens van shirk en tawhid. En daar dienen wij over te waken. Ik heb nog 3 minuten. Waar geloof ik? Er stond eerst 6. Het doorgekrast. We beginnen eerst bij ilaj al-ayn, of boze oog. Op het moment dat jij sterke vermoeden hebt, onderstreep dat voor jezelf, dat iemand jou een boze oog heeft bezorgd, dan is het van de sunnah om die persoon zijn gezicht te laten wassen, zijn handen te laten wassen en zijn mond te laten spoelen en met dat water over jezelf heen te gieten. Een fatwa van Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala voor degene die het willen natrekken. Dus iemand zijn gezicht te laten wassen, zijn handen, zijn mond te laten spoelen. En met dat water giet je over je lichaam. En hij zei, Sheikh bin Baz rahimahullah, hij zegt, we hebben dit in de praktijk geprobeerd. En het heeft altijd gewerkt. Dit is 1. En vervolgens als het gaat om de genezing van sihr. Als het gevonden wordt, dus de sihr zelf gevonden wordt. Dan vernietigen middels water waarin gereciteerd is. Inkt ervan afhalen, niet zomaar weggooien, eroverheen lezen en dan vernietigen. En als het gaat om ilaj van al-hasad, als het hebben van geduld en het reciteren vooral van mu'awwidhatayn, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, maar investeer vooral, beste broeder en zus in de islam, in die 10 of 9 middelen die ik opgenoemd heb,
En Allah subhanahu wa ta'ala zou jou behoeden. Allahumma inna abiduka banu abidika banu imaika nawasina biyadika madin fina hukmuka adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahada min khalqik au istatharta bihi fi ilmin ghaibi indaka an taj'ala al-Qur'an al-azima rabi'a qulubina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa qa'idana wa sa'iqana ila jannatika jannati an-na'im. Allahumma allimna ma jahilna, Allahumma allimna bihi ma جهنا وذكرنا به ما نسينا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.